Goedenavond, dames en heren. Op deze derde architectuurlezing in het kader van 30 jaar ABC. Mijn naam is Ronald Huikershoven, voorzitter bij het ABC. En namens alle bestuursleden, medewerkers en de ruim 80 vrijwilligers heet ik u vanavond van harte welkom. De derde lezing al op een rij. We zijn gestart met Ben van Berkel van UN Studios. Hij vertelde daar vol passie over zijn eerste stappen in ons vakgebied, zijn ouders, de invloed op de architectuur. En de tweede lezing, Francine Hoebe van het bureau Meccano, die vol overtuiging vertelde over wat haar drijft, wat haar inspiratie is. En dan vanavond de derde lezing met Winnie Maas van het bureau MVDV, wat over de hele wereld projecten realiseert. Kortom, drie toparchitecten op rij. En ook vanavond weer een uitverkochte zaal. Mensen hebben nog gelobbyd voor kaartjes. Maar u bent de gelukkige die hier zit, dus dat is geweldig. En dat we daarmee inspelen op de actualiteit, toont deze opkomst aan. Maar dat toont ook aan de tentoonstelling die we op dit moment in het ABC hebben, Vitaal Wonen. Vitaal Wonen, tentoonstelling, geopend op 17 november over seniorenhuisvesting. En daar is een congres aan besteed op 19 november met allerlei nieuwe woonconcepten voor senioren. Terugkijkend op de Haarlemse Hofjes, de Knarrenhof, een nieuw concept, de Stadsveteranen. En wat hebben we gezien? Afgelopen week kwam Wouter Bos naar buiten met een onderzoek naar de woningmarkt. En die gaf aan dat er een enorme behoefte is naar seniorenhuisvesting. Nou, en dat kunt u nu terugvinden in de tentoonstelling Vitaal Wonen in het ABC. En dat is mogelijk dankzij u, zoals u vanavond hier bent, die een kaartje heeft gekocht. Dankzij onze sponsoren, de gemeente. Maar ook dankzij 12.000 bezoekers die in 2019 het ABC hebben bezocht. Top! Dan vanavond de lezing van Winnie Maas. Maar die moet ook weer in goede banen geleid worden. Hij heeft het gedaan, de eerste keer, de tweede keer. En hij gaat vanavond ook weer doen. Het gezicht van het ABC, onze directeur van het ABC. Dames en heren, mag ik een warm welkom voor Gabriel Verheggen. Ja, ik zeg hetzelfde als vorige keer. Dit is zo leuk om hier te staan en zo te ontvangen worden. Wat een zaal. Wat bent u met velen. Ja, daar word je een beetje stil van. Dit is echt leuk om te zien als je hier staat. Heel hartelijk welkom ook namens mij. Ronald, dank voor je mooie woorden. ABC, 30 jaar. 30 jaar bestaat dit centrum. En wij doen eigenlijk steeds hetzelfde dingetje. Wij proberen u, het publiek, elke keer weer te prikkelen om na te denken over die leefomgeving, over die ruimte om ons heen, over architectuur, over ruimtelijke ordening. Dat doen we al 30 jaar. Tentoonstellingen, lezingen, debatten, kinderworkshops, Lego laten spelen, noem maar op. Elke keer maar weer proberen wij u te bereiken om niet onverschillig te zijn. Om een mening over iets te hebben, over na te denken, over dat te ventileren, met elkaar in discussie te gaan. Het gaat niet over mooi of lelijk, maar het gaat erom dat je voelt in alles wat je ziet om je heen, dat er een ziel in zit. Dat je het gevoel hebt van hier is over nagedacht, een ontwerper, een opdrachtgever, maar ook die stratenmaker die trottoirtegels in het plaveisel legt, dat daar over is nagedacht. Dat je heeft gezien van, oh ja, dit moet zo. En dat hij zich niet met een puntje van leien vanaf heeft gemaakt. Dat gevoel, dat is zo belangrijk, want als dat gevoel er is dat het kwaliteit heeft, dat doet ons allemaal plezier. En of je nou een opdrachtgever bent, of een architect, een consument, het gaat ons allemaal aan. En dat is zo leuk om dat elke keer weer te proberen. En als ik dan zo'n zaal zie, u bent met meer dan 350 man. Nou, dat is heerlijk. Gisteren waren we met zo'n 65 man. En toen waren we bij een heel ander actueel onderwerp. Ronald zei het over vitaal wonen. Gisteren hadden wij een opening over gravity. Gravity, want dat maakt ook deel uit van onze leefomgeving. Sterker nog, dat wordt ook cultureel erfgoed. En dat is ook zo'n fijn onderwerp, want dat schuurt ook een beetje. Hè? Want gravity, wanneer is het vandalisme, wanneer is het kunst? Vindt het wel fijn om in een trein te zitten die vol staat? Of als we door een viaductje rijden, dat je ziet van, hé, er zit allemaal
tekst op en dingen die ik misschien niet kan lezen. Maar dat is zo leuk om daar ook een tentoonstelling over te maken en zichtbaar te maken. Wat bijvoorbeeld kunstenaars die in de jaren 80 daarmee bezig zijn geweest, wat die nu doen. Boris Telliger bijvoorbeeld. Misschien een naam die u kent. Hij graffiti nu als het ware in steen. En hij heeft dat prachtige beeldmerk gemaakt op Huis van Hendrik aan de Prins Bernhardlaan hier in Haarlem. Hele leuke voorbeelden om dat aanschouwelijk te maken en om u dan aan te zetten tot nadenken en ergens iets van vinden. 30 jaar ABC, hoe wilden wij dat vieren de afgelopen jaar? Wij dachten van, wij willen u iets geven, wij willen Haarlem iets geven, wij willen iets geven wat best wel een beetje uniek is. We hebben 3 lezingen bedacht, Ronald zei het al, maar het is meer dan alleen maar die lezing. Wat wij dachten van, nee, er moet ook iets prikkelends aan, er moet ook nog iets anders. Dus wij zeiden tegen inderdaad Francine en tegen Ben en nu ook tegen Winnie van, leuk en aardig, 10 minuten van jouw tijd moet je wel geven aan een aanstormend talent. Ben van Berkel koos voor Wessel van Berendonk van Studio Rap. Francine Hoebe die koos voor Joost Zwarte. Dat was heel origineel, moet ik wel zeggen. Maar die man is inderdaad continu talentvol in wat hij ook doet. En die blijft in jong van geest. Dat is ongelooflijk. Winnie Maas, hij zal het zo meteen ook aan u vertellen, heeft gekozen voor, ik vind het een fantastische naam, Javier Arpa Fernandez. Hij zal straks spreken in Engels, maar we hebben afgesproken dat het zal heel goed te volgen zijn. Ik hoop, ik weet het eigenlijk wel zeker, dat u het heel goed zal volgen. Ik zal er misschien wat meer moeite mee hebben, want ik excuseer nu alvast. Mijn Engels is niet echt heel erg jovel. Maar goed, veel gezegd. U bent hier gekomen voor Winnie Maas. Hij gaat ons meenemen zometeen in zijn verhaal. Ik ben heel benieuwd. Wij hebben nauwelijks voorgesproken, want dat moet je niet doen, want dan is het al een keer gezegd en het moet niet al een keer gezegd zijn, het moet uniek zijn. Want we hebben hem niet gevraagd zomaar een architectenpraatje te houden, nee, ook hem hebben we weer gevraagd van, vertel iets over die 30 jaar, vertel waar je vandaan komt, waar je nu bent, maar ook waar je misschien naartoe gaat. Het is wel bijzonder, hè? Een bureau, ik meen 320 man? 230. Ik had de goede cijfers, maar alleen gewisseld. Sorry, Nicolette. 230 man in dienst. Ze zijn actief in Rotterdam. Ze zijn actief in Shanghai. Ze zijn actief in Parijs. Ze hebben hun oog laten vallen op Berlijn. Ze gaan kijken naar New York. Onvoorstelbaar. Ik roep heel graag op het toneel Winnie Maas van MVRDV. Mooie zaal. Is leuk, Frits hè? Toch, hè? Frits in de zaal. Mooie. Frits van Dongen. Nou, een extra rijtje zou mooi zijn, Frits. Ik vind die intimiteit wel heel prachtig. Dit is bijna stapel meteen. Je geeft eigenlijk meteen een inkopper. Winnie, toparchitect of topstedenbouwkundige? Ha, dat ga ik straks beantwoorden. Oké. Okay. Mag dat toppen wel voorblijven of niet? Het is een lastig woord, hè. Nou, in ieder geval is het, ik vind het op zich heel leuk dat je dat zegt. En ik wil daar, want zeker denk ik op mijn leeftijd is het fijn om toch de mogelijkheden te hebben om wat gezag te kunnen uitstralen. Zonder zeg maar dwingend te zijn. Maar wel proberen na een tijdje te werken toch wat breder te kunnen zijn. Ik meen dat er eigenlijk in te lezen, als je dat wil zeggen. Omdat top kan ook zoiets zijn van, dat is heel erg zo'n sterdom gevoel. En dat kan heel erg egoïstisch zijn. En het kan heel erg benadrukken wat iemand in zijn obsessiviteit allemaal wil, moet doen, ten koste van dingen. Maar ik vind het eigenlijk ook wel heel spannend om dat moment van top eigenlijk breder te trekken. Maar het legt niet een extra druk op jou? Nee, dat niet. Misschien in Nederland. Maar nee. Want het geeft ook heel veel mogelijkheden. Dus dat is niet. En ja, je moet wel professioneel zijn. Dus je moet wel op zo'n moment dat het wat ingewikkelder wordt, dat kunnen beantwoorden. En ik denk dat ervaring dan wel meespeelt om langzamerhand ook een adequaat antwoord te vinden. En je moet ook niet
bang zijn. Dat woord top. Dat is gewoon eigenlijk dat je ook probeert mensen te benaderen. Die dan ook nu, zeg maar in Davo, dat je dat toch gaat bespreken met elkaar. Dat blijft eigenlijk. En dat vind ik ook wel heel mooi. En die gesprekken, wat ik het mooiste vaak ook nogal vind, is het als je gesprekken hebt met mensen die dan ook een beetje overzicht hebben over sommige onderdelen. En dat je bijna als een soort iets collectiefs gaat voelen. En dat zo'n gesprek op een soort hoger niveau ook is. Dat je dan, en dat je daarin snel moet zijn, binnen een half uur, want die tijden zijn vaak heel kort op zo'n momenten. Dat je dat even moet scherp moet maken. Dat voor mij zijn dat soort momenten ook de momenten. Het is net als als je. Mensen zeggen wat is het woord intuïtie? Maar intuïtie is eigenlijk een soort hyperkennis. Hè, die er, het is alsof je in de kortste snelheid in je chip doormaakt om alle eindjes aan elkaar te knopen en één stap verder te brengen. Dat is wat er dan gebeurt. En dat vind ik eigenlijk nog steeds hartstikke mooi. Heeft top voor jou dan ook te maken met ervaring? Kon jij top zijn toen je 40 was? Ik wou dat ik dat toen al gedacht had. Dus dat je, natuurlijk ben je, als je 40 of 30 bent, dan ben je een jonge hond. Ik heb hem nog in de uitzending in de VPRO, dat wij zo geclasseerd werden. En dat gaf je ook, daardoor kon je wat bravoerderig zijn, ik geef het toe. En daar kon je ook net iets brutaler zijn, onbekommerd daarin zijn. Dus dat was denk ik op zo'n moment, en dat zie je ook bij jonge ontwerpers, dan is dat ook even top, dat is het niveau wat je kunt halen. Maar ik vind het ook wel heel knap dat sommige mensen op die leeftijd ook nog een stap verder kunnen gaan daarin. Nou, is verder gaan is altijd een beetje lastig. Hè? Want je wilt, wat denk ik mooi is, dan proberen de grenzen te verleggen. Een grens verleggend heeft altijd een risico, zeker voor beleggers en ontwikkelaars, die ook hier in de zaal zitten. En die dan dat het nog net niet aandurven. Dus je maakt iets en daarna word je weer teruggefloten. Dat is in de tijd dat je dat grensverleggende op je dertigste wil bewerkstelligen, dan heb je wel heel veel bummers. Ja. Nou, heb je vaak op die manier zo'n bummer gehad? Ja hoor, maar dat is nog doorgegaan. Het zijn hele hartverscheurende bummers. Natuurlijk praat je met elkaar, hoeveel prijsvragen verlies je bijvoorbeeld daarin? Of hoeveel aanbestedingen gaan? Maar het was lastig op bepaalde momenten. Het is meer dan even voor de goede orde, het ligt niet altijd aan de architect, maar het ligt ook aan de moed of aan het idee dat je iets nog beter wil maken of nog zeg maar, spannender, nog iets wat nog net iets leidinggevender is. En dat is een complex van factoren, van architecten, bouwers, ontvangers, gebruikers, om die daarin mee te nemen. Over prijsvragen, het had een haar gescheeld misschien, of jij had wel een werk hier in Haarlem gerealiseerd, hè? Nou, ik was zo raar. Hoe oud was ik? Het was wel een mooi ding. Het was het ziekenhuis hier, het Spaarne ziekenhuis. Dat we een toren op die plek konden, dan weer een toren maken. En ik herinner me nog wat we gezegd hadden van ja, leuk hoor, woongebouw. We zaten een beetje zo autistisch, hè, zou je dat daar staan. Je maakt één woning plattegrond en die doe je dan 30 keer. Hetzelfde, hallo, dat is toch... Dus wat we gedaan hebben op dat moment, herinner ik me nog, was eigenlijk veel gaten maken in dat gebouw, zodat je met elkaar een beetje kon praten en kon ontmoeten. En toen alle infrastructuur, allemaal verbinding, alle trappen aan de buitenkant gehangen, die dan voor die woningen langslopen en zo teruggaan. Dus dan had je echt een fantastisch, zeg maar, verticaal park gehad. Ja, dus die, net anders, hè? Altijd net anders. Nou, ik vond het eigenlijk heel verstandig om dat daar te gaan maken, maar ja, niet iedereen had dat. Dus, jij mag zo meteen heel lang aan het woord. We gaan het gewoon niet anders, ergens anders bouwen. Hè? Dus zeg maar, het is, je hebt gewoon gekopieerd ergens dan anders. Dan in Haarlem, maar made in Shanghai. In Shanghai, oké. Okay. Jij komt zo meteen heel lang aan het woord. Heel lang. Ja, aan 50 minuten, toch? Oké. Okay. Ik doe het op het Nederlands. Dank je wel, Gabriel, voor ons uit te nodigen in dat geval. En ABC noem je het. En je had met name tegen mij gezegd aan die, tijdens het bellen van... denk een beetje na over die 30 jaar. 30 jaar ABC, ik ben 30 jaar architect. Ik werk 37 jaar met NVRDV.
10 jaar de Wire Factory en ik ben zelf net iets meer dan 60 net geworden. Dus dat is allemaal, het is eigenlijk maar helemaal heel kort. Tijd is eigenlijk de kwestie waar we het ook wel over willen hebben vandaag. Omdat tijd mij ook fascineert op allerlei manieren. Want je moet iets maken, maar iets gemaakt hebben is ontzettend saai. Juist, wat doet iemand ermee? Of wat plaatst je werk in een bredere context? Dus wat ik wilde voorstellen aan ABC is om eigenlijk een nieuwe titel aan jullie te geven, dat je natuurlijk verder gaat. En dit zijn de hoofdstukken waarin ik jullie wil meevoeren vandaag, om na het C ook de volgende daden te zetten. In die zin gaat het over iets evolutionairs, waar ik het met jullie over wil. Ik kijk wat terug, want dat is wat ongebruikelijk, dat doe ik nooit. En Future City zegt het al, ik hoop juist vooruit te kijken. Voor mij is dat eigenlijk de grootste motor van mijn bestaan en van ons werk. Maar natuurlijk heb je met die ABC te maken in dat geval. Dus A, laten we daar maar eens mee beginnen. Wat is er? Ik wil je meenemen natuurlijk even naar Sapiens. Over dat, we hebben natuurlijk het allemaal gelezen, een jaartje geleden. En dat had hij goed gedaan. En er zijn heel veel uitspraken erin die op een of andere manier met dat evolutionaire, met dat ABC-gevoel te maken hebben. Hier staat er eentje, daarin. We zijn in een constante flux, constante beweging met elkaar. Daar gaan we het ook over hebben vandaag, om dat te kunnen zien. En, maar gaat het nou random of niet? Heeft een heel klaar antwoord dat er richting is en dat wij richting construeren. Ik vind dit een van de meest optimistische elementen die ik maar kan vinden in mijn bestaan. Om daarmee te proberen dingen te richten op, en verder te gaan. Soms hebben we wanhoop als collega's, als politici of als beleggers of als ontwikkelaars. Maar eigenlijk werken we aan richting. Je zoekt even, je gaat even je zijweg en ontdekt weer dan na zo'n teleurstelling weer een vervolg in die richting over die we aan het construeren zijn. Ik gebruik dat woord vaak in mijn lezingen van wat is dan die volgende stap om dat te kunnen doen. En dat gebeurt ook vaak in lezingen. Als ik iets getoond heb, dan zegt iedereen, leuk hoor, maar wat is nou de volgende stap? We zijn allemaal heel nieuwsgierig naar de toekomst. En je gebruikt vaak lezingen om die toekomst te kunnen verkennen en in elkaar te zetten. Daar kun je natuurlijk gewoon een mooi gebouw voor aanwijzen. Dat laat je inspireren. En soms is het ook juist ook de gedachte of de gedachteconstructie die we met elkaar kunnen gaan maken. Het gebeurde natuurlijk al in dit tijdschrift, hè, op een bepaald moment in de midden van de zeros, waarbij hij overleed en meteen Time Magazine, wat zijn name, dat ook zei van nou, wat is dan hierna? Dat is ook, je kunt zeggen dat is macaber, maar dat is ook heroïs. Het laat die relativiteit zien, zelfs van iemand als van zijn kaliber, maar aan de andere kant. Is ook die nieuwsgierigheid die hierachter zit, is de motor van ons denken en onze dadendrang. Dus laat ik dat maar eens even verder nemen. Dan kom ik op B natuurlijk van die ABC. Ik ga even terug met u, want er was ook mijn vraag gesteld, wat heeft je bewogen in die tijd? Ik neem u terug naar een wat gek Arch Daily artikel, eigenlijk een heel poëtisch journalist. Het was in Rusland dat we elkaar bespraken in het Strelka-instituut. En die mij vroeg naar mijn motieven voor educatie. Dan zie je hier, ik noem een paar fragmenten. Ik snap het, ik omcirkel het even, ik zal het helpen. Dus ik graaf in mijn, en als ik er één motief is die ik terugkijk in mijn geschiedenis, dan zie ik mij nog aan die tafel staan. Ongeveer zo groot, de kijken. En wij hadden net een zwart-wit televisie. En die stond keihard en continu aan. En daar werd ik breed uit de Club van Rome getoond. Nou, dat werd er bij mij wel ingepeperd. Dat die wereld zo naar beneden ging. En dat ik er iets aan moest doen, was eigenlijk heel erg duidelijk. En met dit soort gekke beeldjes, met dit soort curves, werd ik in die lagere schooltijd eigenlijk overvallen. En dat was dus werkstukken maken meteen, om daar iets te snappen, wat die grijze mannen op die zwart-wit televisie zeiden. En eigenlijk is het iets, want we wijden natuurlijk de hele klimaatcrisis, is daar natuurlijk een van de momenten dat het daar ook al getoond is erin. De nieuwe generatie moet er keihard voor werken en ik moet er eigenlijk nu de laatste 40 jaar, 50 jaar aan dit moet ik eigenlijk terugdenken en op een of andere manier mij daartoe verhouden. En we kunnen maar niet luid genoeg zijn. En als er één ding is wat als dat in die ABC-vraag van jou, Gabriel, wat er natuurlijk gebeurt,
dat is wat we in deze generatie hebben meegemaakt. Dat we daar veel militanter in aan het worden zijn dan ooit tevoren. Wat is het volgende? Nummertje C neem ik met u mee. En dan zie ik, wat gebeurt er nog meer? Twee, wat deed je dan verder? Ik ga naar school op dat moment. En ik probeer mijn dorp te ontsnappen. Ik ben geboren in het lelijkste dorp van Brabant. En Schijndel, het is nog erger zeg maar, dan Rotterdam in die tijd was het. Omdat, en Eindhoven. Dus, mijn vader, die vond ik heel moedig, die stopte met werken in die textielfabriek en begon een tuincentrum. En mijn moeder werd bloemist. Nou, en ik ben natuurlijk meteen dat bedrijf ingeduwd. Kinderarbeid was nog helemaal geen punt in die tijd. En zeker niet in Schijndel. Dus dat was... Daar ging ik mee aan de slag. Maar eigenlijk vond ik het hartstikke mooi. Als ik er één ander ding van geleerd heb, is zeg maar die drang om gewoon iets te willen maken. En gewoon met je moeder die bloemen te gaan schikken. Nou, dat was prachtig, maar dan, wat ga je dan doen daarna? Dan ga je studeren. En wat ik dan vanzelfsprekend ging studeren was landschap, architectuur. Eerst bloemist zijn, dan landschap te doen. En hier zie je een beeld van een dorp, want ik hou nog steeds de wil om te ontsnappen. Natuurlijk in Knausgaard hebben we dat allemaal met elkaar meegemaakt. Dan wil je ook wel weg uit die plekken, maar uiteindelijk heb ik toch wel weer een mooi boerderijtje gebouwd. Zo'n glazen boerderij midden in het dorp, een soort moment. Op het moment dat mijn vader overleed, om dat daar met elkaar te hebben. Landschap was eigenlijk de drijfveer. Als een antwoord op die Club van Rome zou je kunnen zeggen. Van hoe ga je dat doen? Waarom landschap? Want het gaat over natuur. Maar het gaat ook over overzicht. Je maakt tuintjes waarin je dan wat bloemen bij elkaar zet. Of die bos bloemen die je dan geeft aan iemand. Maar uiteindelijk, je hebt ook de enigste die iets meer verder kijkt dan zeg maar, een gebouw op dat moment. En dat is wat denk ik op dat moment gaat gebeuren. Dus ik naar Boskoop. Om planten te leren. Want dat vond ik eigenlijk veel mooier dan Wageningen. Veel te academisch. Dus gewoon het métier dat helemaal te gaan doen. Dus ik ken inderdaad 10.000 planten. En dat is me daar inge. Wat doe je dan daarna? Wat is next? Er was een paar dingetjes. Want ik begon toch, mijn vader zei meteen, ja, kom bij mij in het bedrijf. Je bent nu bijna klaar. Dat is mooi geweest, jongen. Nu gaat het bedrijf in. Nou, dat was toch even net te veel. Dus ik taaide af naar Denemarken om daardoor iets meer te vinden. Want daar had je op dat moment betere landschaparchitecten die daar gewerkt hadden om dat te doen. En ik kwam niet terug. Even gewoon. En daarvan, dat heeft een kleine clash, een familieclash gegeven, moet ik zeggen. En met als resultaat dat hij mij verder niet gefinancierd heeft die laatste jaren. We zijn samen een beetje koppig, dat klopt. En hoe gaat dat dan verder? Ik ga verder studeren. De stedenbouw eerst, dan kreeg je nog wat vrijstellingen. En daarna architectuur. Ik dacht, ik wil toch dat drieluik maken met elkaar. Landschaparchitectuur is mooi. Maar ik snap ook wel dat de krachten van het kapitaal zitten in deze twee dingen. Een landschap, hoe moeten we vechten voor die landschappen? Kan ik misschien beter doen als ik midden in het financiële circus zit... Dan alleen maar, in poëzie te gaan uitdrukken en proberen dat te verbinden, was mijn stelling op dat moment. Dus wat is het next? Natuurlijk, door die kwestie met mijn vader kom ik in ABCDE op dat moment, in de geschiedenis van mijn bestaan, die op een of andere manier mij een verhouding met architectuur heeft opgeleverd. Ik moest het zelf betalen allemaal. En ik kon die studie niet betalen. Ik kreeg wat geld van de overheid, maar dat was alweer lang op natuurlijk. Dus ik moest elk keer werken. Dus ik ging werken bij de gemeente Amsterdam, 2 dagen in de week om wat te verdienen. Ambtenaar, ja, ik ben het ook geweest in dat vlak. En dat was eigenlijk een rijtje van... En het mooie was van Amsterdam, of van die combinatie tussen studie en werk, dat ik op altijd zag ik iets wat er moest gebeuren. En kon ik mensen daarin meenemen. En het mooiste moment misschien wel, want ik heb wat dingen gemaakt in Amsterdam. Ik was wat boos op dat plan voor de Bijlmermeer. Daar ben ik nog steeds boos over hoe ze dat hebben vernext. Dat is schandalig om dat te noemen. En er worden foutjes gemaakt. Weet je niemand wie daar de auteur van is, hè, van die vernexing van die Bijlmermeer. Maar goed, dat even terzijde. Maar er was een moment dat Amsterdam ging met Nicaragua samenwerken. Ik dacht, wauw, opportunity. Daar gaan we even heen.
aardbeving. Wat kun je daar doen? En nog herinner ik me de ongeveer 10.000 mango-bomen heb geplant op die faljas, op die cracks waar die aardbeving was geweest. En dat ik nog mocht zien hoe die mensen dat in gebruik namen. Die vallende mango's op witte lakentjes neer laten vallen en dan vervolgens naar de markt nemen om die te kunnen verkopen. En toen dacht ik van ja, dat maakt zin. Dit is denk ik toch aardiger dan een Vinex ergens te bouwen, om dat te kunnen gaan doen. En dat zie je dan in dit verhaal. Het grappige was, dat op dat moment was ik een soort van, werd ik landschapsarchitect, stedenbouwkundige, terwijl ik nog aan die diploma's aan bij elkaar moest harken, om te gaan werken. En mooi was dat, ja, een paar bedrijven, DAV, maar ook UNESCO vroeg, om toch af en toe een missie te kunnen doen naar een bepaald land. Dus het leuke was, dan had je zeg maar 6 weken even een studio bij Herman Hertzberger, en dan taaide je daarna af om in dit geval in Lamu of in Jemen te brengen. En dat is natuurlijk wat ik in het werk net van Javier dan ook tegen zit, dat we iets verder met elkaar kunnen kijken. En die periode heeft me nog steeds, denk ik, enorm beïnvloed, omdat het heel praktisch is wat je moet doen. Er zitten vluchtelingen, die zitten in de verkeerde plek, zeg maar, die moet je ergens anders in doen. En er is geen hout, dus je moet bos planten en je moet het onderhandelen. Ik herinner me nog dat er een aardbeving was in Zanzibar en dat die dingen die vielen naar beneden, maar hoe krijg je dat nou weer op elkaar gezet? Dan moet je inderdaad balkjes maken van hout om dat weer op te stapelen. Waar haal je het vandaan? En dan blijkt er een Nederlander die heeft een coastal, zo'n boot, en die stuur je dan uiteindelijk naar Mozambique toe om wat dingen te halen en dan komt het terug en dan kun je die hoeken op Zanzibar weer verstevigen. Dus het gevoel dat je kunt, dat je meteen actie moest ondernemen, was denk ik fantastisch om te doen. En ik moet zeggen dat heeft me denk ik geraakt. Dat ook het feit dat ik dat meteen moest oplossen in een soort van ecologische manier. Omdat je dat bos moet planten. En we hebben dit jaar natuurlijk met elkaar heel veel over gehad. Over de noodzaak om met hout te bouwen. En dat tegelijkertijd te compenseren met bosbouw. Waar we nu denk ik toch met z'n allen mee bezig zijn. Geen enkele ontwikkelaar durft het niet meer te doen. Is dat ik misschien daar wat voor kan vinden. Het was ook het moment dat mijn, op een gegeven moment in werken in Kenia met name, is dat ik een hele goede bos had, Richard Leakey. Hij is degene die ook zeg maar Lucy heeft ontdekt in zijn archeologische opgave. En dit was nog net voordat hij zeg maar zijn benen verloor in een bomaanslag. En die had ik was zeer aangedaan door zijn manier van werken eerst als directeur van de National Museums in Kenia en vervolgens als minister van cultuur en binnenlandse zaken. En die had het was ook fascinerend om te mogen meteen in actie te kunnen komen op dat vlak. Om geen olifanten te jagen op verschillende plekken en die poachers eruit te krijgen. Om vluchtelingen uit Somalië toch te mogen gaan herbergen in monumentenstadjes. Zoals in Suakin of in Lamu op dat moment. En hoe kun je dat bemiddelen? En uiteindelijk mocht ik ook zijn huis ontwerpen op de Great Rift Valley. Als je nou kijkt naar zo'n film, de Lion King, dan staat zo'n leeuw er bovenop zijn rots. En dan in de Rift Valley is het natuurlijk gewoon 800 meter. Naar beneden heb je de mooiste escarpment, denk ik, die de wereld heeft. En hij had een plek waarin hij het huis wilde bouwen. Natuurlijk, ik was ergens in de mid-twenties. Dus ik zei van, ja, maar jouw huis moet daar staan, hè, hier op die rand van die klif. Want dan heb je het beste. En hij gaf me één ding van de mooiste lessen die ik misschien wel geleerd heb op dat moment. Nee, dat huis moet niet op die klif staan. Die moet hier ergens terug staan. Dat is beter voor die klif. En dan heb ik ook een doel om ergens naartoe te wandelen. Nou, ik vind het zo'n genereus gedachte. Als wij dat kunnen doen met elkaar, dan is dat bijna symbolisch. Dat landschap is belangrijker dan dat object. En op een of andere manier hebben we dat later, zeg maar, in deze balancing barn in de UK, hebben we dat nog aan hem gewijd, zou je kunnen zeggen. Die gedachte om bij dat park daar in Suffolk dat te kunnen doen. Dus dat was de mogelijkheid die ik had. Gewoon, ik kon eigenlijk. Ik wil dat ook eigenlijk zeggen, want ik denk dat het voor met name jonge mensen ongelooflijk prettig is dat je even rond kunt shoppen. En dat je niet alleen maar blijft zitten op een studieplek in die computer, maar dat je probeert naar buiten te gaan en in contact te willen treden. Wat is next? Hoofdstuk F in mijn ABC, in dat manier. OMH. Ik kwam terug van een trip en ik wou gaan afstuderen. En ik ontmoette Rem op een airport ergens. Ik was helemaal schoon natuurlijk in een soort stress, zoals je bij Rem altijd in een stress schiet. En die is,
Hij was wat geraakt. Dus ik ben bij hem gaan afstuderen over dat verhaal in Kenia. En vroeg me vervolgens om te komen werken bij hem. En ik ga dit verhaal verder vertellen aan de hand van zeg maar, het reproduceren van de samenvattingen. Want je gaat natuurlijk, je kunt over allerlei gebouwen hebben, maar in dit geval het boekmakenproces. Ik mag tegelijkertijd ging je SNL-XL maken, ik weet niet of ik terug kan gaan. Waarin eigenlijk die werkzaamheden die ik in die 2 jaar kon doen bij Rem Koolhaas. Ik had langer kunnen blijven, dat snap ik, maar dat heb ik niet gedaan. Omdat Philip Johnson zei, don't stay too long, monkey, in an office with Rem. Maximaal 2,5 jaar, dan moet je echt inpakken. Want dan ben je verkocht en dan ben je nog 10 jaar nog niet weg. Dat heb ik serieus genomen. Dus dat was, het was wel een mooi moment overigens. Het was in dat gebouw in New York met dat cirkeltje bovenop. En heeft hij zo'n bureau hè, tegen die cirkel aan met die achtergrond. Dus ik moest met Rem mee om te praten over een project in Manhattan. En ik zit dan aan die tafel en Rem moest naar de wc. Dus er was dus Rem weg. En toen ging Philip zeggen van, don't stay too long. Dat komt allemaal door die vraag van ABC om dat te kunnen doen. Maar wat ik mooi vind aan het boek, is dat het gaat, en daar heeft denk ik, Javier ook over, dat het gaat over shaping the world. In alle elementen die we dat willen doen. En dat denk ik dat ik daar met name geleerd heb. Het boek is interessant. Dit zijn de makers van het boek. En ik ben nog steeds trots dat ik er ergens tussen sta, omdat ik een aantal dingen heb kunnen doen. Er was een soort projectenlijst, die zie je erboven, en daar de makers. En wat ik in die 2 jaar wilde doen, als je wat inzoomt, dan wou ik eigenlijk veel doen. Ik had eigenlijk geen behoefte om 1 project te doen, maar heel veel. Omdat ik van, ik zit nou in een soort supermarkt en Rem is toch eindeloos weg. Dus ik kan gewoon heel veel dingen tegelijkertijd doen. Dat zie je dan ook in zo'n blok doen, raken. En dat zie je nu in het boek eigenlijk nog terug. En hier met name dat boek van... Dat gesprek op die airport met Rem van God, kun je mij helpen? Hij zei, Winnie, kun je me helpen? Om Agadir het nieuwe gebouw te maken. In een tijd dat Hassan II wat moeilijkheden had in zijn politieke constitutie. Dus wat doe je dan op het strand? Wat kun je dan doen? Eigenlijk, wat we gedaan hebben, is dat zand een beetje vasthouden. Dat waait weg door die stormen. Door daarnet dat... Die vorm te fixeren door een aantal granulaten, kun je eigenlijk een soort gebouw maken, een hotel maken, wat zich vereenzelvigt met dat landschap en wat dat landschap probeert te vergroten in op die manier. Tweede kon ik samen met Petra Blaise werken aan het park van Rotterdam. Ik kom er namelijk zo op terug. En ik mocht met haar en met Yves Runier, die ik verafgoodde op dat moment, een jongen die poëtische landschappen maakte, aan de hand van dit soort beelden, die voor het Museumpark in Rotterdam een verzameling kamers heeft gemaakt. Geniaal moment, want dan heb je niet die ellende zeg maar, bij het, zoals het Museumplein in Amsterdam. En je kunt gewoon mooie tuinen maken die langzamerhand een collectie van musea gaat herbergen. En het was mooi om dan, we hebben toen geprobeerd die appelboomgaard te maken. Misschien herinnert u zich nog wel, met witte verf eromheen, te bouwen. En met mijn vader, want toen kwam die weer in beeld, op dat moment zijn die dingen toen geplant. En dat vond ik nog steeds heel mooi met de pebbles en de schelpjes die daar om waren. Uiteindelijk hebben ze het niet gered door de klimaatveranderingen, door de waterbak die er is ontstaan door een rekenfoutje in de hydrologie van Rotterdam. En is dat weggegaan. Ik kom werken aan Nederland om na te denken over de toekomst van Nederland. Het idee om wat dichter bij elkaar te wonen. Want Nederland is, daar kom ik straks wat op terug. Want dit soort dingen hebben natuurlijk mijn carrière bepaald. Je gaat als het ware door in dat. En je zegt af en toe, architecten zijn opportunisten. Dat is voor een deel waar. Maar je maakt ook een agenda. En een agenda heeft meer tijd nodig. In dit geval om van Nederland een beetje een fatsoenlijk land te maken. Met 2 voorstellen. Of we zeggen, we gaan allemaal met elkaar leven in de Randstad, Point City, dus een beetje Bordewijk, wat we dan voorstellen. Of we maken gebruik van Brabant en Limburg en de rest worden gewoon lekker leeg. Nog steeds een goede oplossing als Brabander, vind ik dat nog steeds. Dat mogen duidelijk zijn. En met de ASML-kwestie werken we natuurlijk hard aan die volgende 1 miljoen mensen in Brabant, dus dat komt er wel aan. We zijn, een andere kwestie was zeg maar Parijs. Parijs is een... is 15 miljoen mensen, dus, en die zijn gehuisvest in een hoop shit gewoon. 90% van Parijs is gewoon echt abominabel.
Dat is dat boek van Javier, is er nog lief daarbij. Dus wat er, en dan is wel het idee om monumentaal te zijn. Dus dat was het idee, we verlengen die as, die grote as die door het centrum gaat, dan maken we er nog eens 20 kilometer bij en dan redden we die tent. Maar ja, eigenlijk is die as is nog niks, maar wat er eigenlijk is die rommel die daarnaast zit, die wil je gewoon weghalen. Dus konden we dat doen om dat weg te halen en daarmee iets nieuws te ontdekken? Langzamerhand in dat, zeg maar, de spullen op te ruimen en om te zetten in een werkelijke nieuwe as die iets draagt. Dan komt er een soort nieuwe vierde in dat land, waardoor we, zeg maar, kunnen gaan testen wat voor nieuwe stedenbouw willen we gaan doen. En vervolgens, zeg maar, dat misschien op deze manier te organiseren. En dan, dan gaan we zelf maar eens eventjes al die dingen daar opzetten. Nou, de goede kijker heeft ook gezien dat ik dat op het moment dat neer aan het zetten was in dat boek. En als laatste wat ik geleerd heb, is deze PS. Naast, zeg maar, die relativering, ook mijn laatste maand bij OMA om te werken aan deze bibliotheek in de Jussieu op dat moment. En om het te zien eigenlijk als een soort landschap. Om een vloer te maken die verbinden met elkaar en dan een wandeling te kunnen maken van beneden naar boven. Een werkelijke, zeg maar, een promenade architecturaal daarmee te kunnen gaan realiseren. En de boeken als een soort wijngaard in dat gebouw te laten settelen. U merkt dat ik termen gebruik uit de landschaparchitectuur, om die te doen. En waarom doe je dat en waarom is dat? Want dat heeft de poëzie van die iets grotere schaal en van die gedachten. Dus OMA hield op te bestaan voor mij en ik maak mijn eigen bureau, G zijn we, ik ga door tot ongeveer K. En dat is met het bureau zelf gestart. We wonnen de VPRO en Rem probeerde nog te zeggen van doe het nou bij ons. En dat hebben we niet gedaan met twee partners. Dat is een beetje gegroeid de laatste tijd met wat meer medewerkers in Rotterdam. Een paar beelden voor ons die niet kennen. Ja, samen eten hoort daar gewoon bij en samen praten. In Shanghai, hoe dat is, en in Parijs ietsje chiquer. Hoe we daar met elkaar omgaan, is wat we doen. En in dit geval, wat deelt dit nou? Is een vraag die sommige journalisten denken. Het is niet allemaal, zeg maar, hetzelfde bochtje zoals bij Zaha Hadid. Er is iets wat is denk ik een soort approach, die wil ik met u wil bespreken. Die zich in die tijd gaat invullen, die verschillend is, omdat de wereld zo divers is. Omdat de mensen zo divers zijn en omdat de invloeden voor gebouwen, maar die wel iets delen met elkaar op die agenda. Hier wat landen die we dan nu mogen, en hier wat, zeg maar, die boeken, liefde die er eigenlijk ontstond bij OMA, die kon ik gewoon als het ware doorgaan. Dus wat ga je dan doen? Op dat mee. Met zo'n, zeg maar, zo'n ongelooflijk intellectuele intimidatie, een hersenspoeling die je krijgt bij OMA. Ik vond het eigenlijk heel mooi. Je moet die lat als het ware toch een beetje hoog hebben en hoog brengen in dat mee. Excuseer me voor de tempo misschien waar ik dit soort dingen mee vertel, maar het probeert daarmee ook iets van, zeg maar, dat gevoel van urgentie, van snelheid die we nodig moeten hebben, van acceleratie, van denken op bepaalde momenten te kunnen doen. Daar gebruik ik, zeg maar, deze reeks voor. Toch een paar van dit soort momenten. Pharmax was een boek, was een heel leuk schatje. In onze eerste, die we dat ook willen hebben over dichtheid. Een soort follow-up van met Rem. VAR, F-E-R, gaat niet over verte, maar gaat over het stapelen van vloeren. Dichtheid maken doe je met meerdere vloeren. En ik kom erop terug, want er is op dit moment een polemiek in Nederland gaande die ik erg gevaarlijk vind. Dus dat moet ik dan zeker, ik weet niet of Sjoerd in de zaken zit, maar dan kunnen we daar nog eens eventjes intern overleggen. Kijk, als je naar Nederland kijkt, heb je vrij lage dichtheden. 0.R, dus zeg maar, je hebt nog 0,7. 70% over met leegte. Dat is heel leuk hoor, dat leeft prachtig, niks tegen. En als je dan weer naar steden gaat, dan zitten Nederlandse steden rondom 1, Duitse steden rondom 2, de steden in Frankrijk rondom 3 tot 4, en La Défense is 5. Om maar wat voorbeelden te nemen van wat is dat nou, die wat dichtheid. Dat heeft natuurlijk te maken, en dat is heel raar, want als je dan naar Nederland kijkt, dan zie je dat Nederland de hoogste dichtheid heeft van heel Europa, maar en dan binnen Nederland, dan gebeurt het meeste natuurlijk, zeg maar, hier rondom Haarlem. En die is, dat zie je dan mooi gedaan. Maar als je het vergelijkt dan met Amerika,
cute, no? En dat is dan, dan met die 16, 17 miljoen, 18 miljoen mensen binnenkort, dan zit je nog te pruttelen aan onze bodem. Dat komt omdat we zo'n soort modellen hebben. We willen allemaal aardig zijn voor elkaar, dus we proberen het een beetje lief op te lossen. En dat levert dan zeg maar dit soort steden op. Dit noemt u een stad in dat geheel. Maar als ik van hier naar Rotterdam rijd, dan krijg ik toch een lichte depressie soms. Dat heeft te maken met de vorm van hoe we dat hebben gedaan. Langzamerhand hebben we het op die manier volgehouden. Dus op een moment krijg ik het gevoel, ik vind het in ieder geval ook wel spannend om ons land een beetje te beschermen en op een aantal plekken ietsje dichter te bouwen. In die humane en vrije manier die we ons kunnen denken, met allerlei dingen, om juist die parken groter te kunnen maken. En we zitten daar middenin. Hè? Als ik gisteren in de Campina ben om te bespreken in Brabant dat we dat park tot een groter nationaal park moeten maken, dan gaat dat ten koste van wat randgemeenten die daar wat moeite mee hebben. Maar dat is toch een soort wedstrijd om te kijken of we wat kunnen compenseren. Nou, dit is wat we dan doen in het boek. Er zijn een paar begrippen die ik interessant vind in die evolutionaire stad om daaruit toch op te pikken. Lichtheid van het bestaan. We denken dat elk gebouw goed is. Nou, ik wil best wel een aantal stukjes eerder weghalen in de toekomst van het land. Niet alles is zo mooi. En we hebben eens gekeken toen voor Rotterdam, als je dit een hele levendige stad, en je zou, bij alles heeft een afschrijvingstermijn. Een gevel, een jaartje of 20, ga je hem verbeteren. En de MEP, de installaties, nog korter zelfs. Een constructie tussen de 40 en de 80 jaar. Dat levert natuurlijk prachtige tafereelen op als je naar Rotterdam kijkt. Dat je bijna langzamerhand zou je dat in pakweg 80, 90 jaar, als je het zou willen natuurlijk, zou je die afschrijvingstermijn kunnen omzetten in bos. Dat kunnen we doen. Nou, dat is 20 jaar geleden of zo dat we dat gemaakt hebben, dat boek. En nu krijgen we zeg maar dit soort verlangens. En we kunnen dat dan omzetten, misschien ook in een stedenbouw die wat lichter van aard is. Die gemaakt is niet uit leidingen, maar gewoon dat het zelf oplost op zijn eigen plek. Met energie en met waterhuishouding. En dat je langzamerhand daarmee ook, want als je dat gaat doen, dan kun je een huisje ook gewoon weghalen. Heel makkelijk. Als je het in hout bouwt, dan kunnen mijn zonen kunnen gewoon dat huppakee, die lelijkheid weer weghalen die ik gemaakt heb. Dus er is, dat is heel raar als je dat bespreekt met de Rabobank, want daar gaat natuurlijk over langere termijnen om daarover te hebben. Wat is je pensioen? Op het moment dat wij natuurlijk met 0% bezig zijn, is dit allemaal eigenlijk nog urgenter. Dus as we speak, deze week gewoon met de Rabobank uitvoerige gesprekken over hoe we gaan we nu om met een andere zeg maar, manier van investeren in dit soort gebieden, waarbij je misschien die tijdelijkheid ook gewoon wel accepteert. Zo radicaal is het nog niet, maar ik kom er wel straks op terug, want dat vroeg u mij. Wat zijn eigenlijk de dingen die ik gedaan heb in het verleden, hoe gaat dat verder? En er was ook een tekst over landschap in daarin. Het landschap was hip op dat moment, het hing in de lucht, iedereen wilde vergroenen, maar hoe dat te doen en wat is de schoonheid van de landschaparchitectuur. En last but not least, in het boek praten we ook al over de grote data. Data die ons raken en eigenlijk in het beredeneren van stedenbouw met name, heb je het over van nou, 60% van de bevolking wil dit. Dus je drukt je uit in grotere gemene delers, in het zoeken naar de achtergrondinformatie waardoor we tot een democratisch besluit kunnen komen met elkaar. Daar zit dat, en die data die veroorzaken vorm. Datascape is wat we toen, denk ik, hebben bedacht met elkaar. En ik laat er een paar zien. Deze is een aardige. Wat ziet u hier? U ziet hier eigenlijk een doorsnede van parkeren, wat voorzieningen, kantoren en woningen. Als je die boven elkaar plaatst, dan hebben die verschillende bezonningshoeken en lichthoeken in de Nederlandse wetgeving. Dus dat veroorzaakt daarmee al een wet, een data die daar hierachter zit. Als ik dat doe voor verschillende zeg maar, soorten bebouwing, als het in rijtjes is, van dun naar dicht, in blokken of in torens, zijn dit de maximale dichtheden die je kan maken in Nederland. Want dat is een beetje het debat wat je soms ziet in de Volkskrant of in de Telegraaf. Ja, zeggen ze dan, een paar van dat soort van wat oudere architecten. Van, we kunnen wel torens maken, maar dat helpt niet aan die dichtheid. Dat is grote wartaal. Want dit laat al zien dat met het toenemen van vloeren, met die technieken, kan ik tot ongekende dichtheden binnen de Nederlandse wetgeving gaan. Ik zeg niet dat we het moeten doen,
maar het is technisch mogelijk met elkaar. En natuurlijk zijn er veel meer randvoorwaarden om erheen. Dus als dat soort mensen dat zeggen, dan doen ze dat om andere redenen. Die voor mij ook niet helemaal duidelijk zijn, want ik krijg geen enkel wetenschappelijk antwoord van deze mensen. Maar die ik echt vind dat we daar toch een... Ja, ze zijn gelukkig met pensioen, dus dat is, maakt het ook wel weer mogelijk om daar verder in te gaan. Tweede, datascape. Gothics is een woord wat we meer en meer toepassen, wat we nu in Eindhoven, in de bergen, ook aan het bouwen zijn. Dit is altijd heel aardig in Amsterdam. Dus als je iets bouwt, dan moet je de gevel laten staan. Dat is een beetje duurder. Je moet wat heel veel geknutsel krijg je dat voor elkaar om dat te kunnen doen. Maar dat betekent volgens de huidige wetgeving, mag ik achter zo'n blok, kan ik het niet extruderen, want ik mag het niet zien als ik aan de overkant van de gracht loop dat er bebouwing is. Dat snij je het gewoon af op die manier. En dan krijg je in die binnenblokken, als je het zou willen, even weer de exercitie, krijg je eigenlijk mogelijkheden om Amsterdam toch een beetje te redden. Dat is dan, dat heet dan een shadow town. Hier loop je zo'n straatje en dit is de X-ray en je ziet dat niet als je in het straatje loopt. De schaduwstad is denkbaar in onze huidige wetgeving. Weer zo'n datascape. Die datascape laat zien wat de mogelijkheden zijn om misschien iets dichter te kunnen bouwen. Het laat onze, als we echt nog veel dichter moeten gaan, dan moeten we die wet bijstellen. En dat is wat het doet. Het is eigenlijk een kritisch hulpmiddel om onze werkelijkheid te kunnen snappen. En dit zou zeg maar die gothic town die we kunnen doen. En de andere notie die ik ook toen wilde delen met u, is dat ik dat op het moment dat we wat dichter wonen, dat zie je ook in Den Haag gebeuren, of in Rotterdam, dan wordt de rol van het interieur belangrijker. Die gevels geloven we wel. Maar die interieur zit bijna als op straat. En dat levert natuurlijk dit soort taferelen op. En ik denk dat we dat hebben toegepast destijds in een VPRO-gebouw. Een beetje naar van hoe kunnen we Jussieu praktisch verder brengen. Is dat VPRO-gebouw uit vloer het laten doen. Die verbind je een beetje met elkaar, met hellingen, met trappen. En je krijgt een waanzinnig geweldig landschap van beneden naar boven. Met heel veel taferelen. Waarbij zeg maar, de intieme, persoonlijke verbonden wordt aan het collectieve. Je zit in een soort nis, kijkt naar dat landschap en elke plek is anders. Door die bewerking. En die bedek je dan met desks en carpets, et cetera meer. Dat is wat het gebouw is. Niet meer, niet minder. En deze taferelen is wat we nog steeds in dat VPRO-gebouw kunnen zien. En ik ben er nog steeds heel blij om. What's next? KM3, volgende boek wat we maken. Dat gaat over capaciteit. Van hoeveel ruimte kunnen we met elkaar maken. Ik heb een boek gemaakt, wat natuurlijk veel dikker was dan alle andere tevoren. En dat helemaal vol staat. Want het is gewoon, zelfs de eerste pagina begint tekst. Er is even geen rust. Dat doen we in een ander boek. Maar dit is dan, waarbij je dan probeert zeg maar, een vertelling te maken van hoe zou ik kunnen voorstellen dat we die grotere capaciteiten die we nodig hebben in die met name Aziatische en Indiase steden, om die ook leefbaar te maken. En ik kom er straks op terug welke dingen dat zijn. En dat doe je door aan de hand van experimenten, want je kunt niet alles in een gebouw doen. En die experimenten zijn vrij actief. Die doen iets. Cover, zij bedekken iets. Die doen iets met graven. They dig, is wat dit soort dingen doen. Ze zijn actief, gebruiken werkwoorden om iets te willen doen. Voor mij is dat het belangrijk van architectuur, dat het een wilskracht heeft en dat het probeert met elkaar die wilskracht te realiseren. En uiteindelijk vat je dat samen in software. Dat is wat we denk ik ook meer, en dat is een model wat we meer en meer gaan doen. Je vat dingen samen in de parameters van onze tijd en in de scripts van onze samenleving. Even terug naar die capaciteit. Want als je de aarde bekijkt, dan zie ik natuurlijk een soort van verschuiving in die ruimtebehoefte. We hebben natuurlijk dit soort beelden met elkaar gemaakt van eindeloze rommel die onze generaties tegen elkaar aan heeft gezet. Op zijn Nederlands, op zijn Tokio's of op zijn India's. En dat groeit nog wat uit, omdat de bevolking wat groeit, onze vraag groeit nog wel. En in algemene zin, hè, in Nederland kan die vraag misschien kleiner zijn, in de toekomst denk ik ook maar voor, maar aan de andere kant in Afrika, zoals we net hebben gezien, zien we dat die graag juist nog moet groeien om een wereldmiddenklasse te kunnen gaan maken. En we hebben denk ik ook nog wat meer ruimte nodig voor zeg maar, die nieuwe bossen, voor die ecologische vraagstukken die er zijn, meer zoetwaterbassins, et cetera. En dat heeft te maken dat tegelijkertijd dat hier en daar wat krimpt, meer woestijnen dan ooit tevoren. Meer is al volgebouwd in die zin. Dus er blijft een soort vraag te zitten.
We proberen dat te meten. En op dat moment dat we dat boek maken, 2004, 2006, is door die ecologische footprint even centraal te stellen. Wat houdt het in? Dat wij, onze gedragingen zijn zo sterk, dat we eigenlijk om dat te compenseren, we meer grond nodig moeten hebben om bossen te bouwen of landbouwproducten te kunnen bouwen. En het is natuurlijk, als iedereen dat zelf oplost, dan zien we al dat we 2,5 Europa's nodig hebben. Dat we zelfs 4 Nieuw-Zeelands nodig hebben. En het wordt nog veel erger als we zeg maar, we praten nu over, omdat we het over Davos ook moeten hebben. Is dat we, als we een beetje Amerikaans gedragen, dan hebben we 4 aardes nodig om dat te kunnen doen. We waren denk ik mee bezig, en velen van ons, om meetbaar te maken wat we gaan doen. Wat doet een gebouw? Hoeveel helpt het aan bepaalde dingen van deze omgeving? En dan ga je natuurlijk verder, dan is architectuurbord een hulpmiddel. En meer de laatste jaren zie ik dat hulpmiddelkwestie naar voren komt. Dat gemeentes willen kijken hoe we voegen we toe aan die imprint die we met elkaar maken. Dus stukje bij stukje kan architectuur helpen aan dat nieuwe landschap die we proberen te verbeelden vanavond en wat dat kan zijn. Ik doe er eentje, pik ik eruit. Natuurlijk met een bepaald idee, want ik moet selecteren vanavond, ik kan niet alles tonen. Het bedekken van onze bebouwing met groen proberen we al te doen in verschillende opgaves. In de Rioja, hier zie je een beeld van wat we in Stockholm met het PTT-gebouw proberen te doen. Dus je probeert als het ware, en ook met dat Serpentine Paviljoen, om het huppakee een keer te bedekken. En dat Hyde Park wordt dan een stukje leuker als we dat gaan doen met elkaar. Dit is niet gelukt, het is wel het bekendste zeg maar, non-build paviljoen geworden. Maar je ziet, we komen er straks op terug. En we eindigen natuurlijk dat boek met die scripting, met die samenvatting van die evolutionaire stad. Door dat ook te snappen in software, al die complexiteiten met elkaar te brengen, zodat we dat kunnen regelen met elkaar. Ook op een groter schaalniveau te kunnen doen, want ook in regio's kunnen we sorteren. Zoals bij de Europese agenda stel ik me dat met name voor, om projecten daarin te selecteren die van belang zijn in de komende tijd. En dat leidt tot nieuwe zeg maar, stedelijke conglomeraties. En ja, ook onze klimaatagenda, zoals we dat toen hebben getoond, die is, we doen allemaal maar stukjes hè, met elkaar, is dat we dat ook snappen hoe dat in elkaar zit en wat moet zeg maar, België toevoegen aan deze agenda of IJsland of wat kan zeg maar, Egypte doen, dat zie je dan verbeeld in die software die we op dat moment gemaakt hebben. Met zo'n droom om onze town halls om te vormen in een soort computercentra waarbij je door het war rooms waar kan zien hoe het gaat gebeuren in de wereld en waarbij zeg maar, die jongere generatie op zich er iets aan kan toeveren. Dat was KM3. Hoe gaat het dan verder in het meer? Volgende hoofdstuk. The Y Factory. Er waren natuurlijk bureaus zoals OMA die een AMO inleverde, die research gaan doen binnen het eigen bureau. En dat is heel kwetsbaar, want je bent als commerciële entiteit kun je niet gebruik maken van publiek geld. Dat kan in stichtingen en dat kan denk ik op scholen. En ik heb al proberen uit te leggen, want ik denk dat het heel goed is als onze scholen meer zijn dan scholen, maar eigenlijk juist die basis zijn voor dat onderzoek. We hadden een toren in Delft, die is in vlammen opgegaan. We konden daardoor onze zeg maar, denktank bouwen. Waarbij de leraren eronder zitten en de studenten, je leert spreken als het ware. Je leert beargumenteren waar het om het gaat. En ondertussen praten we dan af en toe met de minister of met wat collega's om daarover te hebben. Is wat we proberen te doen, want ja, de dialoog is een belangrijk onderdeel. Onderzoek over hoe doe je onderzoek? Het is een drieluik wat er ook op veel plekken wordt toegepast. In de ene kant maak je modelomgevingen. Dat doe je ook met de geneeskunde, modelomgevingen. De modelstad, gewoon 1 miljoen inwoners met wat gemenging, ziet er zo uit. Dichtheid veranderen, hup, die stad verandert. Ik ga alles doen met skycars en hup, die stad verandert ook weer. Dus dat gebeurt in een modelonderzoek. We hebben viewers waarbij je het probeert toe te passen of te laten voeden door omgevingen, door situaties. En je brengt het samen in wat dan een controller heet, maar eigenlijk is de software die dat uiteindelijk alle parameters in open source laat zien. En het archief eigenlijk wordt van die twee, van die onderzoeken. En wat is next? Dat is wat er dan de volgende stap is. Je gaat die toekomst van die stad toch veel meer verbreden dan zeg maar, de obsessies die ik
tegenkwamen in OMA. Ik probeerde dan de onderdelen per specifieker te maken. Wat is visions? Hoe krijg ik kleine en grote schaal gekoppeld in het Vertical Village boek? Wat is als we de snelheid kunnen verhogen, wat nu gaande is in onze omgevingen met de nieuwe transporter? As we speak, 5 minutes, ik wil het al bereiken, ik geef dit op. En wat er ook gebeurt, dat vind ik nu ook aardig om terug te zien, want dat is wat er natuurlijk gebeurt met het voorbereiden van deze lezing, is SML Excel. Is leuk, maar eigenlijk gaat het ook om XXS, de moleculen van onze bestaan, ik kom er straks op terug, en XXL, het zijn de wereld. Kijk, die wereld hebben we het al over gehad, wat voor dingen er zijn, hè, wat we aan moeten gaan werken, wat de spanningen zijn. En op dit moment proberen we dat te laten zien, wat de extrapolaties zijn van als het droger wordt. Wat is een extrapolatie als we de lucht beter met meer wolken kunnen maken, en dan doen we dat technisch. Hoe is de extrapolatie als we meer zoetwater gaan maken, dan krijg je dit soort wereldbollen die we zouden kunnen maken. En dit is eentje ervan, dat als we de grenzen openstellen, dan gaan mensen natuurlijk waar het wat rijker is naartoe. En dan wordt Nederland in 1 keer 80 miljoen mensen. Zijn we wel groter dan Duitsland, dus dat zou nog een aardige optie kunnen zijn. Maar het is een demonstratie van tendensen. Ik zeg niet dat het zo moet zijn. Ik weet waar ik aan moet werken om op verschillende plekken dat te doen. Dat willen we tonen hier in de volgende Davos-sectie. En nu aan het voorbereiden, want ik droom natuurlijk van dit moment. Hè, dat je hebt die wereld en je duwt tegen zo'n dikke meneer aan. En dan denk je van, ja, denk daar eens over na. Heeft u gisteren gezien op Canvas die ongelooflijke uitzending over wat daar gebeurt? Wat de Nestlé-directeur bespreekt met Trump? Ik viel achterover van mijn stoel. Kijk het nog even na op uitzending Gemist op zijn Belgisch. Want ik vond dat een hele aandoenlijke voorstelling van zaken. Wie heeft hem gezien, begrijp ik. Dus het lijkt me, dan kunnen we dat straks delen. Nou, dat is zo'n soort activiteit voor volgend jaar in Davos. What's next? Ik kom op puntje I. Want hoe ga je nou verder in je bestaan, is wat die vraag. Wat inspireert? Het maken van communicatie vind ik heel mooi. Dit jaar mocht ik gastredacteur zijn bij Domus. Domus is een blaadje in Italië. En die waren roemrucht in de 70er jaren op het gebied van design. Struggelen daar een beetje mee en willen nu proberen dat weer te tonen. En we kregen de mogelijkheid als gastredacteur om daar eens over te hebben. Ik wou het hebben over 2019. Omdat ik denk van ik ben nu we net afgerond, wat doen we daarmee? En ik meende te signaleren dat wij eigenlijk allemaal behoorlijk geïnteresseerd zijn in de toekomst en in de stedelijke toekomst. Stedelijk is ook het landschap. Don't worry, het is ook de boer om de hoek, maar daar praten we. Als je de kranten leest, is datgene wat we doen. En iedereen draagt er op zijn of haar manier aan bij. Als u een toiletten ontwerpt, u maakt er miljoenen, dan heeft u een enorm kwestie op de verstedelijking. Maakt u daarmee door. Werkt u aan nieuwe kleren, dan is er maar, wat moet het nou zwart gaan worden, zoals we dat doen, met al het licht wat we absorberen daarin, of gaan we dat interactiever maken? Dat is wat u kunt doen op dat moment. U helpt daarmee aan die steden beter te maken. En dat is alles, denk ik dan, op dat moment. Hoe gaat dat verder? Zo ziet die Domus dan eruit. Het is één boek is het geworden van dat jaar. Het komt ook dan als boek uit in april tijdens de Salone in Milano, waarin we allerlei stemmen die van stadsmakers geïnterviewd hebben en getoond hebben. Dus wat gebeurt er dan? Dit is dan die reeks die je dan ziet. Je begint natuurlijk met kinderen. In deze workshop in Milaan vraag je kinderen van 8 tot 11 jaar van hoe wil jij die stad dat het eruit ziet. En dat is een hartstikke mooie stad geworden, moet ik eerlijk zeggen. Jemie, nee, als ik dit zou, dan word ik gewoon jaloers om dat te kunnen maken. Wat een ideeën, ze hadden elk een verhaal. En zo'n DNA-toren, die gaat een van jullie binnenkort kopiëren. Want dat is zo'n bloedmooi ding met terrassen die om een toren heen gaan hangen. Daar is die nog luchtiger dan mijn voorstel voor de Spaarne-toren in dat moment. En uiteindelijk natuurlijk met een brief van de burgemeester die wat moet gaan doen. En het gaat natuurlijk over urgenties op zo'n moment in 2019. Er is een groep die heeft een atlas gemaakt over de state of the art. Hoe staat er nu voor? Dat is een dramatische atlas, die kan ik aan iedereen aanbevelen. Om daarmee te zien van wat gaan we doen. Er zijn natuurlijk dramatische fotografen die we ook kennen. Ook het afgelopen jaar. Henk Ovink heeft natuurlijk blijft briljante gedachten ontwikkelen. Niet alleen voor de kustproblematiek, maar ook voor de aquifers in Duitsland en in Nederland. In Brabant moeten we echt meer water op gaan slaan.
zoetwater, zodat dat niet verdampt en afgevoerd wordt naar de Noordzee. Dus dat is in zeg maar, domheden die we met elkaar vragen door de Unilevers om dit soort troep te gaan maken in Borneo. Om die crust, hoe je die nou gaat beheren, die 1000 meter dikke aardlaag, hoe gaan we die onderhouden? De rommel die we produceren, wat gaan we daarmee doen? En er zijn oplossingen op dat moment. Er is veel meer fertility op de aarde dan we denken. Op het moment dat Stefano Boeri met 1 toren begint daar, zou het fantastisch zijn als de rest van Milaan zou volgen om dat te doen. Of dromen over Hongkong dat er anders zou kunnen uitzien. En dit werkt, hè? Die vergroening, dikke pakketten groen. Jullie moeten ze maken, vind ik per se, op elke plek die er maar is. Het gebeurt ook een beetje hier in Shanghai met een nieuw mooi gebouw van Hetterwick. Of deze prachtige, zeg maar, driedimensionale tuin in Shenzhen, die gemaakt is door Fanke. Ja, New York is finally daar ook heel erg mee bezig. Rusland doet het zelfs zijn best. Ja, dat is toch wel heel typisch dat dat gebeurt. En onze designers zijn er ook enorm mee bezig elke oktober in Eindhoven om dat te kunnen doen. We werken met elkaar aan dichtheid, hè, om dat betere sociale woningbouw te doen. Ik moet zeggen dat Frankrijk doet enorm veel op dat vlak. Meer dan Nederland op dit moment. Om dat te kunnen, die kwaliteit te kunnen gaan brengen met dit soort, zeg maar, beauties die nu op die... We willen inclusiever zijn, dat is helder. We proberen meer te delen in onze, zoals dit Berlijnse project, of dit zeg maar, prachtige zeg maar, project van een landschaparchitect die zeg maar, deze inclusiviteit ook letterlijk probeert te maken op de straten. Of hoe een nieuw plein in Tirana zich gedraagt door dit soort design. Of hoe je zeg maar, ook in Niger je dat kunt uitdrukken op een hele eenvoudige manier. Is wat dat, we moeten anders bewegen. Daar zijn al die artikelen op gericht geweest. En Rotterdam doet ook zijn best. En ook China heeft ook met zijn nieuwe waterfront in Shanghai, denk ik, ook een mooie bijdrage aan het leven. En wat is dan next? Dan is nu dat boek bijna klaar. Dan zie je dat al deze artikelen, die onderzoekjes en die beschrijving van al die mensen buiten mij, daar buiten ons, wat die aan het doen zijn, hoe ze, waar ze aan hebben bijgedragen en hoe dat zeg maar, over de wereld, hoeveel dat heeft opgeleverd in 2019, is wat we u aanbieden. Niet meer, niet minder. En dat is denk ik in de beste traditie als Gavier net heeft proberen te zeggen op die manier. Dit leidt tot een agenda. Is wat ik eigenlijk wilde zeggen, wat deze sequentie nou biedt. Een agenda die zegt dat niemand tegen sommige dingen is. Als ik u vraag, van wilt u verantwoordelijk zijn, of open-minded, of een beetje nieuwsgierig, dan is de meerderheid van u, wil dat graag. Wilt u ook, bent u tegen groen? Nou, het zijn er maar weinig op dit moment. Misschien kunt u niet betalen, maar dat is wat anders. Maar wilt u energie produceren? Niemand is daar tegen. En die lijst is groot. Niemand wil onhumaan zijn. Niemand, wel bijna niemand, is tegen democratie. Tegen vrijheid. Of tegen om aanpasbaar te zijn. Of om historisch te zijn op een bepaalde manier. Dus er is een waslijst te maken. En zelfs architectonische dingen bent u het over met me eens dat het mooi moet zijn en dat het zelfs opwindend moet zijn, onze architectuur en onze stedenbouw. Want anders vallen we in slaap en dan kunnen we niks meer maken. Dus in het kort gezegd, we zijn in staat om een wonderlijke en een wonderschone omgeving te maken. Woordelijk, op dat manier. En dit is de lijstje waar ik nu in mijn laatste zeg maar, kwartiertje dat we met u 1 hoofdstukje ervan neem. Waarom 1? Omdat die lijst zo groot is. Omdat het ook elk heeft weer een diepgang en een consistentie. Je kunt het niet in 1 one-liner doen, ook al proberen de media dat te doen. Dat te reduceren. Kun je weer de knop aanzetten? Ja, daar is hij. Dus wat gebeurt er in de J-sectie vandaag? In de J-sectie probeer ik 1 dingetje maar eens aan te toren. Gewoon groen. Die groene stad. Hoe gaan we dat nou maken? Gewoon letterlijk bedoel ik dat. Hè? En dat heb ik een aantal dingen. Ik begonnen met een soort droom te maken met studenten. Want hoe kunnen we echt... Dus wat doet groen op dit moment? Het was onthutsend te zien om echt groene gebouwen. Zien er over het algemeen bloedlelijk uit. Waarom komt dat? Omdat ze gewoon troep... dingen erop zetten, wat aanhaken daarom... Het is niet geïntegreerd. De wet in Frankrijk om zonnecellen te integreren in je gevel op nieuwe soorten technieken is denk ik enorm belangrijk en stimulans geweest om het een met het ander te verbinden.
Het is maakt gebruik vaak van clichés die het niet altijd goed doen. Die nog beginnend zijn, maar die wat moeten verstevigen. Het heeft geleid nu, en dan rijdt u maar eens gewoon van Amsterdam naar Den Bosch. En dan ziet u alleen maar dit soort gebouwen, 35% maximaal glas. En de rest is de architectuur. Nou, daar zitten we toch maar mooi armzalig te wezen als we samenleven. En ja, we maken groene daken, zijn alleen niet toegankelijk helaas. Maar dat is wel een goed begin om dat te gaan doen. Het is natuurlijk ook best wel... Ja, het maakt ons ook wel een beetje verlammend om dat manier, om al die mechanismes die er zijn. En je merkt dat de laatste jaren we gelukkig wat sterker daarin worden. Het is nog steeds langzaam. Als we het over 1968 hebben en we zitten nu een stukje later, dan gaat het toch nog te langzaam om dat te kunnen, die dingen te kunnen doen. Het is ook wel greenwashing, dat hoort er ook een beetje bij, dat misleidt ons een beetje meer. Daar ga ik even verder niet op in. En die kleine daden zijn nog steeds nog niet genoeg, maar het helpt allemaal wel om dat te kunnen doen. En ja, iconen hebben impact. Als we het over de Triodosbank hebben in Nederland, dan zijn we toch allemaal heel trots dat dat wel gebeurd is van mijn collega op dat vlak. Dus daar wil ik, dan gaan we dat toch daarin zien. Dus dat zie je ook op allerlei plekken gebeuren. Ze hebben toch mee om net die boodschap iets groter te maken. Dus ik roep u op om dat ook te kunnen doen. En we moeten natuurlijk berekenen. Er zijn heel veel wetten over de wereld die dat doen. Van BREEAM, LEED, tot 5-star systems, tot passieve energie en passief housing. En die moeten we eigenlijk met elkaar verbinden, zeker in Europa, maar ook in de wereld, om ze eenduidiger te laten zien en sterker. Dat betekent dat ik ga weten wat de groenste stad is. Als ik het even uitreken, dan ziet het er zo uit. Dat is een perfecte groene stad voor 1 miljoen inwoners. Beetje saai, toch? Hè? Beetje Nederlands zou je kunnen zeggen wat er toont. Dus wat je nodig hebt is producten die dan dat uitvergroten. Zoals deze. Een prachtige, zeg maar, de salad bars die nu in Westland ook gaan maken, die rotators, als we die op de daken van Barcelona gaan maken, dan hoeven we niet meer dat landschap per se in. En Gaudi wordt een stuk groener op dat moment, om dat te kunnen doen. Als we in Egypte water willen vasthouden, wat een dringende noodzaak is, dan moet ik gebouwen maken die water proberen te behouden en te harvesten. Dan krijg ik nieuwe piramides die beter zijn dan die oude. Op dat moment. En als ik in Amsterdam iets minder zeg maar, lichte energie wil maken en ik gebruik die nieuwe microben die ik een beetje in dat water van die grachten laat, die is toch al warm, die gracht, ga doen, dan krijg ik de hele poëtische taferelen. En dan is het, denk ik, wordt Amsterdam nog veel mooier op dat vlak. Of, en dit wordt nu binnenkort gebouwd door die studenten die dat hebben kunnen ontdekken, als ik die zon kan vangen. En ik stuur naar één punt, maar ik laat het ook nog roteren in het water, want dan kan ik de beste positie maken. Dan heb ik denk ik prachtige elementen die nog mooier zijn dan elke droom van Avatar. En die vervolgens probeert mensen te verleiden om dat ook in Phuket te gaan doen. En daarmee toe te voegen aan in dit geval die Thaise cultuur beyond, zeg maar die stomme flats die ze daar op dit moment allemaal bouwen. Wat is next? Meteen ga je dan aan een volgend boek denken, want er zijn natuurlijk heel veel dingen niet ingevuld. En dat is denk ik wat het moet zijn. Het nieuwe boek wat er nu aankomt, daar zijn zeg maar, mijn klanten zijn beesten. Ik bedoel, beesten zijn mijn klanten. En hoe ga je die dan doen? Want als ik een vos in mijn nieuwe stadsdeel in Amsterdam wil hebben, dan heb ik een hele voedselketen nodig van allerlei beesten die dat doen. Dus met dus dat kan niet calculeren. We kunnen zeggen van hoeveel ruimte hebben we nodig om dat te doen. En vervolgens kunnen Vervolgens kunnen we natuurlijk producten maken daarboven. Andersoortige toiletten die dat kunnen gaan huisvesten. Of andersoortige gevelpanelen om te gaan doen. Dat kunnen we over zo'n stadsdeel doen. Dat bekleedt hij dan daarmee. En hij rekent uit wat voor biotopen, hoe groot die biotoop is. Wat voor beesten kunnen we verwachten als we dat gaan doen. En met die maaiveld erbij. En dan wordt zelfs Liel wordt dan uiteindelijk mooi. Is wat het wants to. Wat het wil doen en het laat die berekeningen zien. Binnenkort kunt u daar gewoon gebruik van maken met de producten die er zijn. En ik ga weer verder, want wat is dan de volgende stap? Ik stel me zo voor, als we met het gemeentelijk vervoerbedrijf werken in Amsterdam, dat je een ander soort rails maakt waar dit soort jongens bij elkaar leven, en deze hoort er ook bij. En dat je dat doet door alle lijnen van Amsterdam, dan heb je in één keer ook een soort groene corridors gemaakt met elkaar in die stad. En als ik met die baksteenfabrikant hier uit Friesland, als ik daar eens hele holle bakstenen maak, die gewoon geluid absorberen, dan kun je omgevingen maken, net als de eerste sneeuw gevallen is,
dan hoor je iedereen helemaal niks. Maar het bijeffect is dat je dan vleermuisjes kunt krijgen. Dus het lijkt me ideaal voor het nieuwe Bagijnhof om dan die nieuwe stilte met elkaar te kunnen gaan maken. En wat is er dan vervolgens? Dan ga je verder. Als je dit soort studies doet, kan dat depot dat doen? He, daar, midden in Rotterdam, met dat park waar ik appelbomen heb mogen planten een tijdje geleden. Want u vroeg naar het aspect van de tijd. Die deden het niet, want het was te nat. Er kwamen andere bomen en nog was het te nat door die parkeergarage die er gebouwd is. En we moeten dus andere bomen gaan bouwen. Is dat dan met dit soort ellende, Cheryl X, op de bodem van Boijmans, om proberen nog die Manet te redden op dat moment. En wat je dan doet, is op die plek, die ruimte biedt nog aan water, zichtlijnen te behouden. Pittig programma, maar door het rond te maken kun je er omheen lopen. Door de footprint kleiner te maken, kan ik de kunst naar boven brengen. Het raakt die aarde maar een klein beetje. Kan ik dat dakterras vergroten. Waardoor ik er omheen kan gaan. En die bomen die ik nog zelf geplant heb, bovenop het dak te zetten, bij wijze van spreken. En dan dat plein te maken met al zijn activiteiten. Het is alsof je een kamer toevoegt aan het verhaal van Yves Brunier en Remco Hollaerts en Petra Blaise. En op het moment dat je dan ook nog eens die gevel spiegelt, dan wordt het park, ook al heeft het nu nieuwe activiteit, want dat had het ook wel nodig, tussen dat monster van het ziekenhuis en die geslotenheid van Boijmans van Beuningen, dan kun je daarmee ook kun je dat park vergroten, optisch. En dan kunnen we toch misschien daarmee mee leven. Ik kan natuurlijk dan dat plein reflecteren. En ik kan ook om de hoek kijken. Hè, net als bij wegen. En ik kan ook die hemel groter maken. En dan heb je dit mogelijke beeld. Je gaat naar binnen, je hebt een vierde waar je alles kunt gaan zien. Dag en nacht wordt die een beetje geopend. Met denk ik een van de mooiste liften die ik gemaakt heb. Die gewoon als een kamer naar boven gaat. Je kunt er omheen lopen. Je hebt alle cellen met alle verschillende klimaten en verzamelaars die daarin zijn. En kunst is nog nooit zo dicht te zien, zou je kunnen stellen. Hoe fijn is het dat wij onze publieke collectie weer terugbrengen in de stad en niet op de periferie gaan neerzetten. En uiteindelijk kom je met elkaar op dat nieuw geplante bos dat we boven dan gaan maken. En dan krijg je dit op dat moment en ik kom dichterbij. Ik zie mezelf, ik zie de kunstenaars. Ik kijk verder en als een soort, ik zie het hele park van Yves Brunier tot een horizon verder gaan en boven een Fata Morgana van dat zwevende dak, hoe dat er is. Nou, sommigen van u hebben het nu, het is te maken, gewoon met Chinese mensen overigens, om dat te gaan doen. En eind april leveren we het op. En op die momenten worden de spiegels nog een beetje verhangen. Er zit een heel verhaal in die spiegels. Binnen gaat die wandeling plaatsvinden en ook s'nachts. Eigenlijk heeft Rotterdam nou in de toekomst twee zonsomgangen en zonsopgangen. Het heeft dadelijk in de New York Times ook getoond wordt, het heeft torens die ranker zijn dan in Manhattan op dat moment. En het maakte uiteindelijk ook onze omgeving groter. En we zijn natuurlijk een beetje trots, hè? Dat zullen we volgende week dan ook de Wereld Draait Door nog verder bespreken, over dat je toch iets doet met elkaar. En dat met die Nederlandse architectuur, met de kwaliteit die we met elkaar willen discussiëren, probeer je toch, ook al hadden we een generatie super Dutch in de 90 jaren, maar je probeert dat toch eigenlijk verder te brengen met elkaar en dat vast te houden in onze cultuur. En daarmee trek je mensen aan en worden wij ook beter in onze architectuur. Hier zijn de bomen, zoals die van de week naar boven komen. In het volgende gebouw, de Valley. Sommigen van u kennen het. Dit is de Zuidas. Nog niet helemaal gelukt, zou je kunnen stellen. Heeft en wat kunnen we doen met een envelop die gegeven werd? Een plint met wat torens om te wonen. We zijn begonnen met een spiegel te maken weer. Want eigenlijk is de Zuidas een soort spiegelende wijk. Daar kun je tegen zijn, maar je kunt ook als kwaliteit zien. Want dan heb je, dat is om daar maar eens mee te beginnen. Maar vervolgens wordt het natuurlijk veel interessanter om eigenlijk die spiegel een beetje weg te krabben door die nieuwe woningbouw die terrassen heeft. Die heeft bay windows, zoals het heet, en die met elkaar kunnen communiceren. U kunt zich voorstellen hoe het debat met de ontwikkelaar en met de constructeur is geweest om het helemaal te scripten, alle kennis die we opgebouwd hebben in de Wi-Fi Factory, te gebruiken om tussen prijs, uitzicht, koeling en windbelasting om deze repertoire te kunnen krijgen. En vervolgens met Piet Oudolf beplanten we dat gewoon 120 meter hoog. En heb je in aanvulling op wat sommige mensen doen met balkons, heb je nu met terrassen denk ik een methodologie om het groener te maken. En eigenlijk wordt het dan een soort object, dit gebouw. Ook al is het dan 120 meter hoog, het laat zien de omslag van de Zuidas.
En die als model die er is met deze beelden. Om het bier, ja, ik zie het al voor me gewoon op zaterdagmiddag. Barbecues overal, heel het gebouw staat eigenlijk in een soort nieuwe wolk. En jij geeft een biertje door om naar de volgende kant. Zo moet het eigenlijk zijn met die nieuwe. En het is nog bouwbaar ook. Dus dat is eigenlijk wat ik zeggen. En je kunt al wat verklimmen. Ik nodig u uit over een jaar om met mij gewoon door die... En die spiegel begint eraan te komen. Zodat ik daar dat afgekraapte onderdeel ook letterlijk kan zien. En dat maken we dan, want het gaat natuurlijk wat dieper met natuursteen. Ergens uit Spanje, die dan poreuzer is om nog meer water te kunnen... daarmee iets mee te kunnen doen. Deze test om dan dat ook echt mogelijk te maken. Dit is mooi. Dit is dan een beeld van de ontwikkelaar. Die dan zegt van wat zijn gebouw wil representeren. Ik denk, ik kan het niet beter tonen. Je begint ergens en je gaat gewoon door. Dit zou de fantastische Zuidas zijn. Als we dat helemaal met elkaar zouden kunnen gaan maken in het midden van Nederland. What's next? Ik neem je mee naar Tainan. Dat is net ten zuiden van Taipei. En dat was vroeger een hele groene omgeving met kanalen en jungles. En alles groeit daar. Ook woningbouw, zoals je ziet. Het is de meest grijze stad op dit moment geworden. En op dit moment verzinnen we een techniek met elkaar om Tainan weer in een jungle om te zetten. Dat zie je dan met dit soort beelden gebeuren. Elke straat wordt behandeld met een nieuw soort mengeling aan beplanten. Die met lagere, middelhoge en wat hogere en ranken. Die dan tezamen zeg maar, dat soort dingen gaan weer. Hier zie je de eerste straten van die nieuwe urban jungle. Dit is een beeld van de week. Dus wat gebeurt er over 3 jaar? Dan nodig ik u uit om door deze jungle te lopen. Die denk ik poëtisch is en die iets meer doet dan zeg maar, die rommel die eromheen staat. Zo, wat is dan next? We worden ook geconfronteerd met elementen uit de Chinese geschiedenis. Zo'n Chinese zeg maar, department store, zoals dit monster hier, loopt niet meer door de politieke zeg maar, constellatie hier tussen de twee... Nee, tussen de, binnen het land, moet ik het zeggen, gaande is. En die wat te doen met dit element. Dus wat er nu gebeurt, is een nieuwe wateropvang zijn we aan het maken. Met die jungle weer eromheen. En we breken een stukje van dat department store af. En over 4 weken kunt u zwemmen in de ruïne van de Chinese department. Hier zie je die ruïne. Daar zie je die behandeling met die jungle en hoe dat wordt opgeslagen. Blendende cafeetjes die dat gaan doen. En hier was het gebouw, hier wat weghakken met elkaar. En vervolgens heb je, dit is ongeveer de situatie zoals het nu is, testen. Hè. Het is natuurlijk niet als in Zwitserland dat je echt, in Zürich ga je natuurlijk gewoon buiten zwemmen. Dat kan nog niet in de Chinese cultuur, kinderen eerst. Maar we hebben de waterniveau, kan zeg maar van... deze hoogte tot ongeveer hier komen. Dus daar gaan we mee spelen in de komende tijd. Om dat zwemmen in die publieke omgeving dan mogelijk te maken. En hoe de tests nu in elkaar zitten. En ik denk dat het voor mij een hele prettige, verkwikkende aanvulling is op de jungle die we daar maken. Wat is een next? In Tainan gaat het vrij goed. Ook daar, die gingen naar Rotterdam, die wilden ook een markthal. Maar dan niet met woningen, want dat is wel te gecompliceerd. En dat past niet in de Chinese of in de Taiwanese wetgeving. Dus wat we maken is een hal en erbovenop gewoon een boerderij. Die daar gaat plaatsvinden. En elke zeg maar, hoogtelijn krijgt een andere species die beneden ook verkocht wordt. Maar die dan tegelijkertijd ook zeg maar, dit dubbel gebruik gaat maken. Hoe die hal eruit gaat zien. En ik denk dat het heel stoer is om dat nu over een half jaar ook te kunnen doen. Dus het gaat gewoon. We kunnen het gewoon doen. We hoeven het echt niet meer te aarzelen. Al die stomme dozen langs die snelwegen hier, die kun je toch ook gewoon echt anders maken. We hebben even niet opgelet de laatste 10 jaar hier in Nederland. En we moeten nu wachten op het Rijk, omdat dit moeten we gaan exporteren. Dus zeg maar made in China en dan uiteindelijk weer terug in Nederland, is wat we eigenlijk willen voorstellen. We gaan verder. Het is dan ook daar wat denk ik wel mooi is, om dat ook daar met houtbouw te doen. En dan het behouden van een bos. Ik denk dat deze... dit gebouwencomplex probeert zeg maar, door het op te tillen, juist ruimte te bieden aan die jungle die we net hebben geschetst. En daar zich mee te vereenzelvigen. En als het ware tilt ze zich als een boom weer naar boven en levert het zeg maar, dit soort de combinaties op. Eindelijk is hij misschien de Corbusier nuttig, zou je kunnen zeggen. Hij maakt het onpilotisch, op kolommen. En we hebben hele nare omgevingen soms gemaakt. Maar als ze in hout zijn, en als ze goed zijn en liefdevol worden gecombineerd, dan plots, zeker in tropische klimaten, heeft dat denk ik veel meer zin
dan ik kan denken. En ook binnenkort kunt u dit dan zien. So, wat is next? Nederlander ook. Ik ben echt hartstikke blij met die jaarbeurs. Dus in de toekomst, wat er dan gaat gebeuren. U heeft het kunnen lezen in de krant. En zeg maar, wat is dit? Het ligt midden in de stad. En dat is... we hebben nog eentje, de Rai natuurlijk. En we hebben parkeerterreinen en we hebben volkomen stomzinnige introverte gevels. Hè. Dit is de grootste autist die je kent in die zin. Dus wat doe je daarmee met zo'n jaarbeurs? Aan de ene kant heb je die parkeerterreinen, dat merken we in het kanaal. Maar wat we doen hè, met die gesloten, monofunctionele en logistiek zeer dominante monster en die gescheiden wordt van de stad door die parkeerterreinen. We proberen dit te gaan doen. Wat houdt dat in? 1. We zorgen dat al die vrachthouders in dat gebouw gaan zitten. En dat kan ik zeg maar die buitenkant van die gebouwen in één keer gewoon openmaken. Dan kun je gewoon artikelen gaan kopen, zitten cafés in. Dat was de meest zeg maar, cruciale ingreep die we aan het doen zijn. Hij opent zich naar zijn omgeving. En tegelijkertijd maakt hij daarmee ruimte voor die compactering. Dat we dit ook kunnen doen met parkeervelden erin. En bebouwd met woningen daarin en daarop. En als laatste, maar not least, we maken ook een collectief dak. Dat stomme dak, wat we dan in wat wel zo mooi ging in Tainan. Waarom doen we dat ook niet hier voor de wijk? En dan heb je dat district. En dat verandert dit in dat. Waar is de jaarbeurs? Is het wat de vraag stelt in dit geval. Het is alsof het gewoon een onderdeel is geworden van die huizen en die bebouwing die erop staat en de tuinen. We proberen het ook zeg maar, van het idee van dat laten we trots onze vooruitgang zien door een paleis te maken. Nee, laten we dat kunnen het ook zeg maar, ver-Utrechtsen. En daarmee schattiger maken en meer adressen en gezichten geven. Hoe word je dat opbouwen? Je maakt die straat, je maakt die hallen eraan. Boven laat je de bezoekers lopen. Je doet het af en toe wat hoger voor specifieke shows. Je reserveert plekken voor een ander programma. En je zorgt dat daar ook je over dat gebouw heen kunt gaan. Hup, trappen, terrassen, een beetje zoals bij de Valley. En dan tot 20 meter hoogte. Je zorgt dat die menselijke schaal er komt naar alle kanten. En je maakt dat elke gevel van de jaarbeurs gewoon van glas is. Is wat het doet. En vervolgens zitten natuurlijk al die randfuncties in die er kan zijn. En naar bovenop komt dat stadsprogramma van huizen, van hotel, van een uitgaanscentrum met verbinding naar die hal toe. Dan zorg je dat er evenementen kunnen plaatsgeven binnen en buiten. Dan zorg je dat er tuinen gaan ontstaan en watervlaktes om meer te hebben aan dat dak met hogere en lagere vegetatie, met hier die zonneweides die we gaan maken. En dan heb je dit tapijt, kan ik aan Utrecht toevoegen. En dat houdt in dat het ook een ander soort parkontwerp is, die je dan maakt. Iets wat gewoon houdt van alle verschillen die er maar wat zo biodivers is als het maar kan zijn kan. En met deze attributen krijgen we dan zeg maar deze omgeving, is wat het plan op dit moment is. En het is hartstikke stoer, denk ik, dat er zo'n gebiedsontwikkeling nu kan komen en dat je toch die jaarbeurs daar in de stad houdt en niet ergens weg, zeg maar, aan de periferie gooit, maar dat het bijna een soort zich verzoent met het Utrechtse, is denk ik dat ik het prettig vind om dat idee van die groene stad verder te kunnen brengen. En dan neem ik u mee naar Seoul natuurlijk, hè, die grijze stad die u kent. En wat we daar hebben gedaan, is natuurlijk een strategie om de pleinen te vergroenen, hè, dit voor het stadhuis, met de grootste hoeveelheid demonstraties sinds 10 jaar gaande. Om hier van een snelweg een beek te maken. En om hier bij het parlementsgebouw ruimte te creëren voor groen en bijeenkomsten. Het is niet voor niks zeg maar, dat een van die presidenten heeft moeten stoppen met haar werk een tijdje geleden. En dat die oligarchie van bedrijven zich nu anders moet gaan verhouden. Ik denk dat onze brug daar ook heen hoort. Hè. Dit was wat er liep door het centrum. Verder kon je nergens lopen. En wat we proberen is van die bestaande situatie verschillende deelprojecten te maken. Om eerst die brug steviger te maken. Dat kost al 50% van het budget. Dat doe je door middel van die vloer verschillende lagen te maken. Dan kun je die vloer gebruiken ook als een project om dingen te tonen. Dan onderzoek je hoeveel bomen je erop kunt zetten. Het kan niet zoals in de Highline. Dat willen we ook niet kopiëren. En wat we onderzocht hebben is, wat heeft iedere plant nodig? Hoeveel grond, hoeveel koelinstallaties, hoeveel water, hoeveel opslag, hoeveel warmtepijpen? En dan blijkt zo'n tuin van Saxifraga prachtig te zijn. Of deze combinatie is best oké. Of die rotsen doen het ook wel goed. Wij konden niet kiezen en we maakten daar een arboretumproject. En die zeg maar, alle planten van Seoul bijeenbrengt op die plek. Maar die moet je sorteren. Het is een soort bibliotheek van
A naar Z, ja, Koreaans A naar Koreaans Z. Van oost naar west, ook een keuze, ik snap het. Je ziet er dat verschijnen van oost naar west. Over die, en dat wordt dan begeleid met een teksten vanuit het botanische vereniging. Om te tonen waar zijn al die families. Iedereen doet mee, de toiletten doen mee, de cafés doen mee. De winkeltjes doen mee en de bibliotheek doen mee. Om die planten te tonen. Dag en nacht is het idee om dat te kunnen gaan doen. Het heeft meer toegang nodig, ik laat dat zo zien. En het wil ook zich nadenken over wat we doen bij de buren. Want het is eigenlijk een soort kwekerij. De planten groeien, worden groter en je ga je dan in die buurt neerzetten. Dus wat is dan het volgende? Dan maak je het even. Hier zie je dat van A naar Z ontvouwen. Er komen wat bruggen bij naar de blendende cafés. Er beginnen taferelen te ontstaan. Natuurlijk wordt er gespeeld. Natuurlijk wordt er gezeten, er wordt theater gemaakt. Er zijn in de coniferen sectie krijg je dit te zien. Of in de waterlelies ga je op die manier gedragen. Alle planten zijn mooi, is wat het zeggen wil. En je kunt ze gewoon naast elkaar gaan planten, is wat het kan zijn. En ja, de Rozencafé doet ook mee. En tezamen levert zeg maar dan dit schouwspel op. Wat is dan next? Ook s'nachts, de highline kun je s'nachts niet in. Maar hier met juist... Een combinatie van spotjes, die schijnt op jou, op de plant, en een soort blauwe waas, krijg je een soort gevoel alsof je zweeft over die stad. En alsof je, kijk, je moet ook in parken, moet je altijd ook van iemand kunnen houden, hè? In een positieve manier. Dus daar is dat denk dat hier een beetje gebeurt, omdat het niet zo zeg maar, vol beschenen wordt zoals in stadions. Nou, dat wordt wat bekender, mensen beginnen het en te zien in de discussie. En wat is dan het volgende? Is dat het wat drukker begint te worden op die overpass. En wat er, dit is ook wel, het kostte wat, 50 miljoen. Maar eigenlijk al meteen gecompenseerd wordt in de stedelijke ontwikkelingen. Waar wij ook iets mee kunnen doen met de air rides die er gaan plaatsvinden. En wat is dan het volg? Dan begint dit nu te ontstaan. En als ik dan dichterbij kom, dan krijg ik dit soort beelden op dit moment. Word ik een tikje nerveus. Waar zijn mijn planten? Is wat het is. Maar met mij ook de brandweer. Dus dat is wel oké. Er zijn te weinig trappen om dit te kunnen bedienen. Het lijkt wel Amsterdam. Wat is dan het gevolg? Dat is dat we nu op dit moment dit hebben we gedaan. En nu gaan we deze series van bruggen maken in de komende jaren. Door verschillende architecten die dan dit bedient. En die uiteindelijk leiden naar dat beeld waar ik voor ogen heb. Piece by piece. Ik had het een keertje beschreven in dat boek KM3, die nu naar voren komt. En wat is dan het gevolg? Dat gaat helemaal goed komen. Ik doe alleen stilte nu. Is dat het dan dat dit een verder is voor een strategie die we gaan zien. Dat het verder gaat aan die oevers van de rivier, om die ecologischer te maken, met de poëzie van die plek. Dat aan de ene kant de natuur daar meer ontworpen gaat worden, maar ook de toegankelijkheid. En dat ze met hier een beeld van wat die toegankelijkheid gaat opleveren. Dat dit de verwarring is van de ecologie, die zo wordt toegankelijk gemaakt en spectaculair wordt gemaakt, verstedelijk. Dus als ik hier rondloop, dan maken we met van het landschap deze beelden en de paden. Die zorgen dat je alles ontmoet en en passant je passeert en dat op allerlei manieren tegemoet treedt. En dan loop je verder, dan ga je er dingen heen. Sommige paden splitsen zich en worden café en krijg je dan dit soort helemaal cachet. Je loopt verder en je komt op een gegeven moment bij die oevers die zich verschonen en veranderen, waardoor je plots midden in Gangnam deze beach gaat hebben. Bruggen die hou je van, dus die worden onderdeel van dat Serpentine pakket. Speelplaatsen worden daar onderdeel van. Het is alsof je alle ontmoetingen die maar denkbaar zijn tussen natuur en mens gaat maken. En natuurlijk laten we het zien aan de hand van deze kaart, wat even de paden gaat doen. Maar verder, op het moment dat die paden ook samen zeg maar, zo'n soort ruimte gaan maken in de derde dimensie, en daarmee dat spektakel gaan leveren, of die koepel gaan leveren. Je loopt verder en je ziet dan hoe het, hoe het zich kan verhouden tot een beschrijving van zichzelf.
En hoe het zeg maar uiteindelijk ook een aankomst of vertrekpunt is, of een eindpunt is van deze ontmoetingen. Dus wat dit park met elkaar gaat doen. Het is fijn dat het nu 2 weken geleden om dat we daar dus nu het vervolg kunnen maken op het geheel. Ik eindig met de epiloog. Ik sla al meer keurig over, want dat zien we wel in 2022. En ze hier verschijnen. En ik wil het zeg maar beëindigen met een soort samenvatting van die groene stad, die nu gaande is. Eigenlijk proberen we zoveel mogelijk een samenhang te bieden tussen plant en omgeving. En dat kunnen we dan maar theoretiseren als je even ziet wat we kunnen doen met de stad. De stad is 3% van de wereld. Dat is allemaal bij elkaar net zo groot als India. Alle de bebouwde vlaktes zijn net zo groot als dit eiland. Daar zitten we met 56%, daar 68%. En die impact is groot. Dit is onze CO2-emissie van de stad, of onze verswaterconsumptie, of de energieverbruik. Dat betekent dat ieder van ons doet nogal wat op dat vlak. Als we dat moeten beschouwen, en ik was in het begin mee bezig, mensen van die globale schaal, dan is dit zeg maar wat we moeten corrigeren. Dat betekent dat dit zou moeten zijn. Dat zeg maar Beijing ook veel beter kan. En dat we de zo'n tong zouden moeten maken in de zin. En dan moeten we dingen met elkaar calculeren. En dat is het volgende product wat het is. Die maker, die zorgt dat als je ergens iets opent in het gebied, je maar kiest een aanpak voor de regels met de technieken die er zijn, of van de daken, met de soort die je wenst. En met het openlijk interieur daarin mee aan rekening houden en met de openbare ruimte, dan kan ik dit doen. In dit geval voor een stukje manier, lever ik dan een bijdrage. En ik denk dat als we al een vis hebben, dan dat het eigenlijk wel aardig is. En dat dit zijn maar die nieuwe jungle, dat hebben verschillende architecten gemaakt, met nieuwe interieurs, die ook bepaalder zijn op het vlak. En dit soort uitzichten, dan hebben we denk ik een nieuwe met elkaar geweest. Die zal een schoonheid geven die we nog even niet kennen op dat vlak. En wat is dan niks? Met nieuwe projecten te maken, heel veel van ons denken. Dus biologie en techniek en menselijkheid die naar elkaar komen. En er zit veel wat ons zo gemakkelijk uit op het technisch gebied in de komende tijd. Er is veel waarin ook ons lichaam zich gaat aanpassen aan zijn omgeving en onze kleding dat gaan doen. Er zijn veel producten. Laat ik eens even testen op mijn eigen Rotterdam, wat dat voor product betekent. Wel, als dit nu de doorsnee is van Rotterdam, met de schouder klein, met die betonstructuren die we maken, dan zie je de komende tijd al dat we sommige gebouwen gaan aanpassen op die nieuwe economische positie waarin het zich uitvult in deze producten op dat moment. En een stukje verder gaat het wel verder, met andere lichtbronnen, met andere technieken om door de gebouwen heen te gaan, met sommige andere materialen die we ons kunnen zien, en het gaat er al zo uitzien. En gaan we verder, dan zien we ook dat er sommigen beginnen te experimenteren met veel plantaardiger, want de overgang van anorganisch naar organisch is niet zo moeilijk in de chemie, is als we dat zeg maar kunnen illustreren, krijgen we al veranderbare omgevingen. En uiteindelijk, misschien een eeuw verder, hebben we natuurlijk een gebouwencomplex dat volgens mij waanzinnig is. Wat ze maar door zijn plantaardige menging van zeg maar, rubber en zaden tot telkens aanpassende zeg maar, stedenbouw gaan komen, is een beetje de droom. Het lijkt eens een trick die we dan kunnen gaan doen. En dan is het af en toe echt verslagen als we dat gaan doen met de combinatie van X, XX en XL. Ja, alles is dan landzaam. U vroeg me. Wat is uw architectuur van urbanisme? En ik eindigde inderdaad een landschap. Daar waar ik begonnen was, een tijdje geleden, in 1968. En dat betekent dat het blauw misschien langzamerhand helemaal vergroen op zo'n moment. En dat ik alleen over wat natural en unnatural is, die ik eigenlijk natuurlijk met zeker heb gezien. Want wat houd ik in als ik dit zie? Dan staat erin dat biologie enables een culture verbindt in het licht. En uit een biologisch perspectief is niets onnatuurlijk. Wat is next? Dan ben ik bij K. En KM4, wat ik binnenkort ook wil maken met die overtijd K. En die evolutionaire stad die dit soort hoofdstukken beschrijft. Excursions of time, coming soon. En daarmee heb ik ABCD.